Het is vandaag zaterdag. Ik heb zo les samen met Blondie. En ik ben er nu aan het opzamelen. Kan mij niet ronder, want dan is ze te rond en achter de teugel. Ze moet hierin wat laag. Eigenlijk mag de hoofd op hetzelfde niveau blijven, alleen dan laag. Anders dan doet ze zo, zo die kin naar de borst. Ja, dus daarom is het ook belangrijk om met je kuit aan te vullen. Want als je dat niet doet, dan doet ze die kin op de borst. Maar je wil vragen of ze wil zakken. En dan met je kuit erbij zeg je meteen maar wel naar voren. Ja, naar beneden en naar voren die neus. Ja, lekker zitten. Lekker zitten. En dan je navel mag je een heel klein beetje naar binnen toe. Dat je onder en je binnen de beweging van het zadel volgt. Ja, goed zo. En hetzelfde als met het springen van de week. Dat je kuit vraagt of ze een grote galop kan maken. Ja, dat ze haar lichaam gebruikt. Goed zo. Heel mooi, Tess. Heel mooi, Tess. En je bent zo in contact met haar, met je kuiten en je ringvingers. Dat al komt ze een heel klein beetje terug in de galop. Of al doet ze een heel klein beetje haar hoofd naar omhoog. Dat je dat met een hele kleine snelle hulp op kunt vangen. Kijkt ze heel erg een beetje naar links. Ja, kuiten bij als je daar zich eigen sterk maakt. Goed zo, heel mooi. Zo van hand van en hou dit, hè. Dus je bent heel met je kuiten en je teugels ben je in contact. Niet sterk, maar in contact. Dat al komt zij iets omhoog dat je dat ook kunt corrigeren. Of al maakt ze zich ietsje sterk. Heel goed. Dus als ze te veel zat, geef je meteen weer kuiten bij. Dus links mag wel in contact zijn, maar niet meer op rechts. Ja! Ja! Maar echt, let op, als ze maar iets omhoog kan, dan is het wel echt wel gaan. Boris zijn we natuurlijk verloren aan de koliek, maar ik had via... Tenminste, toen ik koliek kreeg, had ik gelijk aan Hilde van Vitalstel gevraagd, waar we door gesponsord worden, dat of zij iets tegen maag- en darmpijn wilde opsturen. Dat had ze ook gedaan. Helaas is dat voor Boris natuurlijk te laat, dus dat is echt vreselijk. Maar het hoorde van de dierenarts ook dat het een beetje een koliektijd is met de wisseling van het seizoen. Dus nu hadden we bedacht dat we de paarden van Steven Daan en onze eigen paarden maar op het product van Vitalstel gaan zetten. En zo voorkomen we misschien koliek. Of dat echt zo is, dat weet ik niet. Maar we hebben het spul terug en het kan nooit kwaad. Het is fijn voor maag en darm. Dus een beetje doorspoelen, laten we het daar maar op houden. En ze krijgen natuurlijk ook wormenkuren in deze periode. Dus misschien helpt het om de boel een beetje beter te maken. Zo, inmiddels heb ik spullen binnengehaald. Ik heb dus de gastrocomplex. Dat is dat spul dat voor maag en darm is. En dat is eigenlijk voor boos bij aansingelen, luchtzuigen, kribbenbijten, onrust op stal en minder werklust. Hebben al onze paarden niet. Dit was dus eigenlijk voor Boris. Maar... ja, we gaan het ze toch geven, al is het maar voor ons eigen gevoel. En dat het een beetje helpt mij de darmen om die, en de maag om die goed te houden. Want ik wil niet nog een paard met koliek. En ik weet dat je er niks aan kan doen. En toch wil je er wat aan doen. Successe siroop is voor Roontje. Die doet het daar heel erg goed op. En ook immuunboost. Die is dan een krachtige opkikker voor verhoogde weerstand. Voor een sterk immuunsysteem houdt de weerstand op peil. Ik weet niet of koliek en weerstand iets met elkaar te maken hebben. Maar baat het niet, dan schaadt het sowieso niet. Het is zondag vandaag en we gaan foto's maken in het Uithofbos. En dan gaan we herfstfoto's maken. Vandaag normaal zijn we dan niet op stal, vandaag wel. Vooral Tessa niet, want Tess die had huiswerk, moest een broek naar diep brengen en nog meer van die ellende. Dus nu moet ik Tessa's taken overnemen, daar ben ik niet heel goed in. Normaal doet ook iemand anders het, die ons helpt. Dat is of Elisa of Francis, die dan de paarden in de molen zet en dat soort grappen. Maar en nu dus niet. Het resultaat is... een zijknatte broek. Tadaa. Hele vieze paarden. Want ik heb ze in de verkeerde product gezet natuurlijk. Dus nu moet ik ook al die hoefjes gaan doen.
Maar goed, volgens mij heb ik aardig mijn best gedaan. Ik heb de hapjes gedaan, ze hebben in de molen gestaan. Vanmorgen zijn ze natuurlijk al eruit geweest. En ik ga nu hoeven schoonmaken, dan ga ik ze op stal zetten en dan mag ook ik weer naar huis. En natuurlijk missen we Boris wel. Het geeft wel een naar gevoel om niet naar zijn box te kunnen lopen en eventjes te checken hoe het met hem is. Maar ja, helaas, zo gaan we weer. Ik mag naar huis toe, dus ik ga in de auto. En dan mag ik ook nog boodschapjes doen. Ja, het is echt mijn dag vandaag. Nee hoor, ik vind het niet erg. Het is ook best leuk. En vandaag heb ik puppies gekeken. Ja, het gaat nog heel lang duren hoor. Maar het is wel heel leuk om te kijken vanuit welke moeder en vader jij misschien volgend jaar wel een pup krijgt. Dus dat is heel erg leuk. Voor nu ga ik naar huis. Morgen een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag, als het goed is. En ik heb vandaag les met Blondie en met Verona. Oh, het zit heel lekker hier. Ik ga eerst, heb ik privéles van Daan met Blondie. En dan daarna heb ik een groepsles. Ik ben na de corona alles weer rustig een beetje aan het oppakken. Ik ga vandaag Tess voor de tweede keer lesgeven. Vandaag is niet mijn beste dag. Ik ben heel duizelig en hoofdpijn en een beetje draaierig. Dus zoals elke keer nu als ik na de corona lesgeef, ga ik lekker in de hoek zitten met een dekentje over me heen. Dat ik het warm heb en dat ik niet te veel verder inspanning hoef te leveren. Tessa die is al lekker aan het losrijden. Vorige week zaterdag hebben we gelest. Daar was ik echt heel tevreden mee. We hadden hele mooie ontspanning en verbinding aan twee teugels. Dus ik hoop dat we dat vandaag weer kunnen krijgen. En als we dat hebben, kunnen we daar natuurlijk weer een stukje verder mee. Door daar ook figuren en misschien een stukje zijwaarts aan mee te pakken. Jij moet voelen dat dat rechteroor eerst naar beneden is voordat je de linkermondhoek doorvraagt. Want als ik dan zo naar je kijk, gaat eigenlijk jouw linkerhand steeds een beetje vragen los. Doe dat, dat mag best, maar zorg dat je niet dat te veel in je hand doet, maar juist meer in je vinger. Ja, en zeker als ze aan links sterk is, of als links haar sterkere kant is, komt dat vaak omdat zij dan net niet genoeg om je binnenbeen gebogen is en aan je buitenteugel. Dus het is voor jou heel belangrijk. Je hoeft hem niet op te jagen aan je binnenbeen. Maar dat je wel goed voelt dat je reactie krijgt aan je binnenbeen. En dat je die energie die jouw linkerbeen erin stopt, dat je die wat naar beneden vraagt of opvangt aan je buitenteugel. Dus dat je niet gas geeft zonder iets te doen of juist hem tegen te houden. Maar dat de energie die jij vooral met je linkerbeen nu erin stopt, dat je die aan je rechterteugel kunt gebruiken. Bedienen. Zo, ja. Let op die linkerhand. Hè. Dus kijk af en toe ook even naar je handen wat die aan het doen zijn. En het mag van mij iets rustiger. Want ik zie dat ze een beetje strak is in haar lijf en snelle passen maakt. En ik zou het liefst willen, ze hoeft niet. We willen niet zozeer dat ze harder gaat met kleine passen, maar we willen dat ze naar voren gaat met grotere passen. Dus als jij voelt dat ze zich ergens strak maakt, harder gaat en alleen maar snelle passen maakt, dan mag je zelfs een heel klein beetje terug. En wat je een beetje kan doen om haar nog een beetje meer in haar lijf te trainen, is steeds een beetje voor naar de binnenhoefslag sturen en dan ietsje wijken voor je binnenbeen. Maar doe dat naar de binnenhoefslag op een slimme manier. Dus kom uit de hoefslag. Nu ga je bijvoorbeeld naar de binnenhoefslag sturen en dan een stukje wijken. Dan kun je vanaf de K kun je weer naar de binnenhoefslag sturen en dan kun je hier weer een stukje naar de hoefslag toe wijken. Ja, en heel goed gedaan. Ja, dan kun je hier weer een stukje wijken. Dus dan kun je zelfs op een volte, zou je 3-4 keer kunnen wijken. Dus ga niet op het rechte stuk naar de binnenhoefslag sturen. Maar juist op het moment dat je een bocht inrijdt. Dat je eigenlijk je bocht ietsje eerder instuurt. En daarna een mooie bocht doorwijkt aan je binnenbeen. Heel goed. Ja, en let op dat ze niet hard met snelle pasjes gaat, hè? Goed, als je dat voelt, een beetje trager, lichter rijden, je lijf iets meer ontspannen en een beetje wijken voor je binnenbeen. En niet eens zozeer omdat we willen wijken voor een 10, maar we willen alleen voelen dat we bij de singles wat naar buiten kunnen duwen. Ja, en als ze lager wil, dan mag dat. En dan ga je zo hierin van hand veranderen. Laat ze maar zakken. Zo, ja. Tussen twee teugels houden. Ontspan jezelf. Hartstikke goed. Zo, ja. Heel goed. Ja, en blijf mooi in balans op die ballen van je voet, hè? Yes. Ik heb net les gehad samen met Blondie, zoals jullie hebben gezien. Het ging echt heel erg goed. Mijn moeder zegt dat ze begon te dansen. Ik wou gewoon even lekker dansen. Tess is lekker aan het losrijden. Ik heb een parcoursje gebouwd. Ik heb tegen Tess het net al gezegd.
We hebben hindernissen die allemaal vanaf twee kanten gesprongen kunnen worden. Dus zowel zo als zo. Dus Tess mag zelf haar parcours verzinnen. We gaan natuurlijk eerst eventjes losspringen en zo. Maar daarna mag Tess zelf een parcours verzinnen. En dan gaan we kijken hoe ze dat doet. Draaien, Tess. Maak het jezelf niet moeilijk om rechtuit te rijden. Als je draait, dan vraag je van het lichaam een beetje buigen. En je kan ook hier tussendoor. Hè? Kijk hier, grote acht naar links en naar rechts. Zo. Goed crossing. Twee tussen je kuiten houden. Daar. En die ontspanning van de kraag. Goed zo. Soepel zitten. Ontspannen. De eerste keer mag dat, hè? De tweede keer niet meer. Heel mooi, Tess. Heel goed. In balans blijven, zelf. Dus niet te veel voorover duiken. Probeer eens als je naar een sprong rijdt naar het plafond te kijken. Goed zo. Voordat je daar midden even over duikt. Ja. Ziet je wat ik zelf ook heel veel deed. Rijd naar het plafond. Oeh, super. Allemaal nog één keer zo. En dan nog even staan. Kijk mooi waar je naartoe gaat. Dat is een parcours in je hoofd. Dus ineens heb je drie al opgesprongen. Ja. Waar ga je aan denken onderweg? Niet te hard. Ja. Niet te veel voorzitten. Let op. Ik hoor vooral het woordje niet. Oh. Onze hersenen snappen het woordje niet. Meer druk zetten. Ja. Zorgen dat ik in het gecontroleerde tempo ben. Ja, absoluut. Mis nog een hele belangrijke. Nog belangrijker. Wat heb je voor en na de hindernis nodig? Balans. Nee. Ja, ook wel, maar... Wat moet je doen voordat je naar een hindernis kan? Ja. Ja, ik dacht controle. Die hadden we al. Oh. We hadden nog een gecontroleerd tempo. Niet met de schouders. Wat zei je? Met de schouders. Ja, en je bendingen. Zorg dat je bendingen kloppen. Oh, ja. Goede bendingen rijden. Goede bendingen rijden, het goede tempo en in balans. Dan is het terrein aan u. Neem de tijd. Moet je naar voren rijden? Geen probleem. Heel erg mooi, kwalitatief ook heel goed. Oeh, zo. Goed, weet welke kant je op gaat. Controle maken, rust in je eigen lijf. Door de flits. Daar schrok ze een beetje van. Want ze kwam en toen dacht ze, ho, what the fuck. Het ging goed, dus ik dacht, ik ga er nu even geen aandacht aan besteden. Ja? Nee, naar deze. Ik wil eigenlijk naar rechts doen, maar ja. Ja. Oké, okay. En let op. Als je naar die bruine wilt, is best een korte draai, hè? Ja, dus zorg dat je niet stuurt als je bij de A wilt afwenden. Maar eigenlijk weet jij, voor de K ben je al bezig met wenden. Anders wordt het te veel stuur aan je binnenteug. Zal het rondje nog een keer doen? Goed zo. Wacht op de sprong. Goed zo. Recht is. Heel goed. Mooi. Daar weer controle.
beter, hè? Nou, die bruine, dacht je toen dat het een barrage was? Naar die rode zo. Nee, naar die bruine. Bij de feest sturen. Terwijl je kan helemaal bij de A afwenden. En je kan helemaal rechtuit tot aan de C. Dus dan ga je eigenlijk zitten haasten voor niks. Dan ga je korte wendingen zitten rijden terwijl je eigenlijk alle tijd hebt. Erg leuk dat jullie vergeten me deze week nog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Abonneer op ons kanaal als je toch bezig bent. Klik op belletje. Het belletje in Zuid-Duitsland is heel erg fijn. En dan zie ik jullie graag morgen bij een zondagvideo.